Sap-per-de-sap-per-de-fip-per-de-flop. Hallo vriendjes en vriendinnetjes. Zijn jullie er klaar voor? Ja, ik ook. Want vandaag ga ik jullie een lesje leren over het verkeer. Want men zegt altijd, wees een heer in het verkeer. We starten dus met onze eerste verkeersles. Ons kistje zetten we even opzij. Hier hebben we dus een verkeerslicht. In deze koker zie je dat de kleurtjes helemaal niet goed zitten. Op deze koker staat hoe het wel moet. Dus ik zou zeggen, toet toet toet. Kijk even mee wat een verkeerslicht allemaal doet. We zetten de koker, hoplakidee, daarover. En dan hebben we natuurlijk, nu hebben we drie kleurtjes, groen, geel en rood. We starten altijd met groen. Want bij groen mag je meteen overgaan. Dan heb je oranje. En bij oranje kan je best al even blijven staan. En als laatste komt er natuurlijk nog rood. En rood zegt dat je weer moet wachten op groen, voordat je weer verder mag doen. Maar heel af en toe gebeurt er echt iets heel raar. Want dan zitten plotseling alle kleuren door elkaar. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Want zo oversteken vinden wij echt niet fijn. We gaan dus helemaal herbeginnen. Ik zet opnieuw de koker op zijn plaats. Opnieuw starten we met groen. Want bij groen mag je meteen overgaan. Dan heb je natuurlijk nog geel. En bij geel kan je best al even blijven staan. En als laatste heb je nog rood. En bij rood moet je altijd wachten op groen, voordat je weer verder mag doen. Maar ook nu weer gebeurt er iets raar. Want ja hoor, opnieuw zitten alle kleuren door elkaar. Dit kan natuurlijk echt niet de bedoeling zijn. Dus weet je wat we doen? We doen het met twee. En de rode bal, die doet even niet meer mee. Die stoppen we in ons kistje. We plaatsen opnieuw onze koker hieroverheen. En we starten uiteraard met groen. Want bij groen mag je meteen verder doen. Dan heb je natuurlijk nog geel. En bij geel kan je al beter even wachten op rood. Maar als rood niet meer komt, dan wordt het opnieuw weer groen. En dat betekent dat we weer verder mogen doen. Maar opnieuw gebeurt er iets raar. Want ook nu weer zitten onze kleuren door elkaar. En wat zie ik nu? De rode bal is ook hier verschenen. Dat zou dus willen zeggen dat hij uit ons kistje is verdwenen. Lieve jongens en meisjes, dit was het verhaal over het verkeerslicht. Ik zou zeggen, hou het altijd veilig. Kijk niet naar de balletjes, maar kijk wel naar de juiste kleuren op het verkeerslicht, zodat je altijd veilig op school kan komen. Ik dank jullie voor het kijken en ik zie jullie graag terug in een volgend filmpje. Dag, lieve kindjes allemaal!